En voor de rest ongewijzigd. Want hij heeft het geld nodig. Je moet ook, je wel ook die rekening courant van 113 naar beneden brengen. Ja, nee. En daar heeft hij wel het geld voor nodig. Hier heeft hij geld voor nodig. En verder is het zo dat die zoon gaat aflossen. Ik volg nu de WFT-pensioencursus. En die stoomt je klaar voor de EVC-procedure. De procedure waarbij je eerder verworven competenties zichtbaar maakt. Om daarmee aan te tonen dat je de kwaliteit en de kunde hebt. Zodat je daarmee je vergunning pensioenadvisering kunt aanvragen. Volgens mij heeft hij in zijn familiebedrijf eerder gebruikt dat de verplichting in de BV blijft. En de nieuwe ondernemer dat risico voor zijn kiezen krijgt. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Zo gaat het in de praktijk. Ja. Gaat niemand wat afstorten? Ga maar. Oh, laat die rekening courant maar oplopen, joh. Je hebt geld zat onder de begeving. Komt wel goed. Ja, en de leukste is, hoezo pensioenbrief? Ik heb alleen de berekening. Ja. De leermethode die gekozen is, dat is een methode waarbij je zelf je leerdoelen aangeeft. Zelf aangeeft wat je zou willen leren en zou kunnen leren. En op het moment dat een van je medecursisten een vraag heeft, is het de bedoeling dat niet primair de docent van nou, dit is het goede antwoord en ga daarmee mee aan de gang. Maar dat je met elkaar in een discussie tot inzicht komt en daarmee tot het goede antwoord. En indien nodig de docenten de discussie sluiten zich. Nou oké, jullie zitten op de goede weg. Of de discussie stuurt of faciliteert. En daarmee richting geeft aan het goede antwoord. Je kan aangeven, joh. Ja, de rekening. Nee, mocht je komen te overlijden, dan heb je een succes in. Ja, wie gaat... Voor de rest doe je helemaal niks. Je zit niet meer op de stoel om het pensioenadviseur. Dat gewoon een zakelijke grondslag heeft. Klaar, prima. Dan hoef je discussie gesloten. En dat is wel een taak van jou als pensioenadviseur. Wat mij opvalt aan de aanpak van de pensioenopleiding die ik nu aan het volgen ben, is dat het een heel interactief karakter heeft. Er is geen docent die voor de klas staat en zegt, nou, dit en dit moet je weten en schrijf me op. We worden uitgedaagd om zelf gewoon dingen te ontdekken, voor zover we dat natuurlijk niet al weten. En ook gewoon naar de achtergronden van ons advies te komen. En ik vind het zelf een hele handige en nuttige aanvulling op de praktijk zoals ik hem eigenlijk al een paar jaar hanteer. Is hij wel effectief? Ik vind hem heel effectief, want ik denk dat op het moment dat je iets leest, dan blijft het hangen. Op het moment dat je er echt over moet nadenken en dingen moet gaan opzoeken, blijft het nog beter hangen, omdat je gewoon ook naar de verbanden bent gaan zoeken. Terwijl op het moment dat je alleen maar ziet A is A en B is B, dat na een maand ook alweer weer weg is. Ja. Ja, zeker. Wat me daarbij opvalt is dat het zeer praktijkgericht is. Het is ook met praktijkgericht bedoel ik meteen toepasbaar de volgende dag. We zitten nogal in een transitie voor pensioenen in de vorm van vastleggen, hoe communiceer je en welke vaardigheden gebruik je daarvoor. Eigenlijk heeft deze opleiding al die drie elementen. Dus ze trainen op vaardigheden, er zit natuurlijk een stukje kennis bij, maar het is direct toepasbaar in de vorm van de verslaglegging die ook vereist is conform de WFD. En wat is de termijn daarvoor? 180 dagen. 180 dagen. Ja. De financiële planners, hè? Ja. Is deze WFD-pensioenopleiding alleen geschikt voor de zeer ervaren adviseurs? Nee. Het niveau kunnen we aanpassen sowieso. Kijk, wat we hier bij deze pilotgroep doen, dat zijn allemaal ervaren mensen. Daar kunnen we dus een verdiepingsslag aan toevoegen die eigenlijk boven het WFT-pensioenniveau uitgaat. Maar bij een gemiddelde groep is dat niveau er niet. En dat hoeft ook helemaal niet, maar de methodiek blijft hetzelfde. Want elk niveau kun je door deze wijze van lesgeven die verdiepingsslag maken. Nee, want als je salaris is nu 120.000, als die straks voor 50% 120.000 euro salaris krijgt, omdat het in groepsverband ook gaat, leer je met elkaar te discussiëren over praktijkgevallen. En dat maakt de opleiding ook heel erg leuk. Je werkt met cases, hè, met situaties die geschetst worden. Je leert berekeningen maken, maar met name ook te beargumenteren waarom je tot een bepaald advies komt. Dat maakt de opleiding heel leuk. Marktrente is op dit moment 2,2. Ja. Maar dan goed onderbouwen. Maar het stoppen met pensioenopbouw kan natuurlijk ook wel enorm veel schelen, hè, naar de toekomst toe. Dus ik zou die eerst uitrekenen. Wat is het lesdoel uiteindelijk als men deze cursus gevolgd heeft? Ja, dat hangt er vanaf van welk kant je het bekijkt. Eerste doelstelling is het behalen van het WFT-pensioendiploma. Ja, en door of examen te doen of de EVC-procedure te volgen, kun je dat met deze opleiding, als je voldoende onderbouwd hebt, kun je dat gewoon halen. Maar voor ons staat er nog wat eigenlijk meer boven, want we willen ook heel graag dat de mensen gewoon goede adviseurs zijn. En ook daarin trainen we ze. En ik moet zeggen, het werpt ook zijn vruchten af. Want de mensen die hier zeggen, die hebben ook echt hun werkmethodiek aangepast. Niet omdat wij het zeggen, maar omdat ze voelen dat in de praktijk, met de methodiek die wij ontwikkeld hebben, het ook echt beter kan.
En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk leuk als je dat ziet, dat de cursisten ook hun praktijk aanpassen. En daarmee hun klanten ook beter bedienen. En ja, een stukje verbeteren van de wereld vinden we ook mooi. Bevalt uitstekend. Maar dat is in feite niet anders dan wat je met je klant doet. Is namelijk gewoon gaan zitten en met elkaar tot een goede oplossing komen. Er is niet één goede oplossing. Het is niet zwart, het is niet wit, het is altijd grijs. Dus je moet met elkaar zorgen dat je een goede oplossing komt. En dat is wat je hier leert.